Ja, hallo, even kijken. Ik hoop dat alles goed staat. Ik ga even checken met Cynthia of zij kan kijken of het lukt. We gaan zo meteen een live doen. Ik ben Evelien Hoste en ik ga zo meteen een live doen. Een make-up tutorial heb ik nog nooit gedaan. Ja, ik ben ook geen make-up artist, ben geen visagist of zo. Ik ben wel heel vaak geschminkt in mijn leven en gemaquilleerd. Ik heb daar heel veel van opgestoken en ik ga eigenlijk gewoon doen wat ik normaal doe, maar dan wel met de producten van 100%. Ik ga gewoon even checken, want ik zie wel dat er mensen kijken, maar ik weet niet. En ik zie ook wel reacties binnenkomen precies, dus ik hoop dat het goed zit. Even zien. Ik denk dat het allemaal goed zit. Cynthia kijkt. Goed. Cynthia, kan je mij op een of andere manier laten weten of het allemaal lukt? Ja. Caroline, hey Caroline. Hey. Ik ga even kijken. Ik denk dat het lukt en ik denk ook dat de reacties binnenkomen. Ik zie reacties binnenkomen en ik denk dat ik kan antwoorden. Ik ga gewoon praten. Ik ga niet te veel typen. Ik ga proberen mezelf te maquilleren. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan live. Ik heb eigenlijk nog nooit dus een make-up tutorial gedaan. Ik ben vastgoedmakelaar en ik heb altijd heel veel presentaties gedaan voor radio en televisie. En ik ben in de afgelopen 20 jaar dus heel veel gemaquilleerd geweest. Ik heb er heel veel van opgestoken en ik zie een berichtje van Cynthia binnenkomen dat het lukt. Dus dat is goed. Ik kreeg van Cynthia de vraag. Cynthia Reekmans is ook ex-Miss Belgium Beauty. Een heel goede vriendin van mij. En zij vroeg mij of ik dit even wou doen voor 100%. Ik was onmiddellijk enthousiast en daarna dacht ik van, ik heb dit nog nooit gedaan. Dus we gaan zien wat het wordt. Ik heb dus een heel leuk pakket gekregen van 100%. Het is make-up, minerale make-up, allemaal natuurlijke producten. Ik weet niet of iedereen onder jullie ze kent, de producten, maar ik heb ze een tijdje geleden al mogen proberen. Ik was er heel tevreden van, vooral van degene die ik nu ook terug heb. De Loose Mineral Foundation, dat is deze. Mijn vorige potje is helemaal op, was ik zeer tevreden van, omdat ik echt mezelf niet graag elke dag maquilleer. En met deze had ik niet het gevoel dat ik echt gemaquilleerd was of dat er een laag schmink of zo op mij lag. Omdat het eigenlijk gewoon los poeder is, maar toch dekt het. Super makkelijk om elke morgen op te doen. Dus deze ga ik speed ook proberen en ook gebruiken. Maar ik heb ook de Liquid Mineral Foundation. Deze heb ik niet eerder gebruikt. Ik heb hem vandaag gebruikt, zeer aangenaam. Ik heb het er ondertussen weer afgedaan. Dus deze ga ik nu wel voor jullie tonen hoe die zit. Ga ik die gebruiken. En dan heb ik nog een aantal toffe producten gekregen. De oogschaduw heb ik ook al wat getest vandaag. Super, zeer dekkend. Dus ik moet vooral straks opletten dat ik niet te veel ga nemen tegelijk. Want het is eigenlijk niet nodig, omdat het heel veel dekt. En dan heb ik mascara. Vandaag belangrijk, want normaal gezien sinds ik denk een jaar of twee heb ik wimper extensions. Maar door de lockdown zit ik thuis, zijn de kappers toe. Ik ga altijd in Brugge naar de kapper en zij doen ook mijn wimper extensions. Zo goed als alle wimper extensions zijn er dus uit, dus mascara is echt wel nodig nu. En dus ik ben blij dat ik een hele goede heb gekregen, volumieuze mascara. Heb ik vandaag ook al getest, dus die heb ik nog een klein beetje aan. Lipgloss ga ik ook gebruiken, eventueel straks. Ik heb ook een hele leuke lipstift, maar ik doe die straks wel nog eens. En als jullie de nummers en zo nodig hebben, dan denk ik dat ze die wel kunnen doorsturen naar jullie. En ik heb ook en vond ik wel heel handig, een eye primer gekregen. Dat is eigenlijk om op je ogen te doen, op je ooglid, voordat je de oogschaduw aandoet, waardoor je beter blijft zitten en dit voedt ook blijkbaar. Ik moet zeggen, ik heb een heel leuk boekje bijgekregen van Cynthia en Caroline. Met wat uitleg in en ik vond dat eigenlijk wel handig. Het is niet te dik, niet te veel geschreven, niet te veel tekst, maar toch wel de juiste dingen die ik wou weten stonden erin. Dus ik vond dat wel interessant. Ik vond het wel handig dat dat erbij zat. En dan heb ik een heleboel leuke penselen.
die ik subiet ook ga gebruiken. Gelukkig staat er ook bij waarvoor het dient. Want nog eens, dan ben ik terug. Ik ben heel vaak geschminkt geweest. Ik heb heel veel geleerd daarvan ook. Dus ik ga dat ook gewoon toepassen, wat ik heb gezien wat ze bij mij deden. Maar ik vond het wel handig dat erbij stond waarvoor het dient. Als ik straks dus een borstel gebruik voor iets waar het niet voor dient, vergeef mij. Kan gebeuren. Maar het lukt ook zo wel. Hey Caroline, ja. Ik heb vandaag al gezet op mijn Instagram. Niet naar de kapper, betekent ook serieus uitgroei. Daar ga je dus vandaag wel op moeten zitten kijken. Ik hoop dat jou dat niet stoort. Mij begint het lichtjes te storen. Maar er zijn erge dingen in de wereld op dit moment. Dus we nemen dat er gewoon bij. Hè. Ik ga starten. Ik heb een beetje dagcrème aangedaan om mijn gezicht een beetje te voeden. En ik ga starten met die Liquid Mineral Foundation. Je kan normaal gezien ook met concealers gaan starten. Die ga ik nu niet doen. Ik ga eerder gewoon een dagelijkse make-up doen. Maar misschien wel een make-up die ik zou aandoen om op restaurant te gaan. En is een make-up waar je perfect mee over straat kan lopen. Maar ik zelf doe dat niet elke dag. Hè. Dus de oogschaduw die ik ga gebruiken, die gaat iets feller aangezet worden dan dat ik dagelijks zou doen. Dus de Liquid Mineral Foundation ga ik aanbrengen met zo'n sponsje. Ik ga het even op mijn hand afwrijven, want anders gaat het wel veel tegelijk zijn. En dan, ik ga ook af en toe eens in de spiegel moeten kijken, want door jullie tekst zie ik niet alles wat ik doe. Voilà. Ik had goed moeten opensmeren. Ook deze is echt wel goed dekkend, alhoewel hij niet zwaar of dik of zo aanvoelt. Licht kleuren voorbij, zoals je ziet. Ik ben ook licht van huid. Bruin eigenlijk bijna niet. Ik verbrand, dus ik moet ook eigenlijk altijd zonnecrème smeren en goed smeren. Of een dagcrème aandoen met een factor in. Voilà. Dus ik ga die gewoon opensmeren. Ook in de hoekjes hier. Niet vergeten als je het aandoet. Voilà. Ik ga niet te veel doen. Ik heb ook niet veel nodig. Want straks ga ik die minerale make-up, die loose foundation, er nog over doen. Dus het hoeft niet helemaal dicht te zitten met crème. Maar het is ook niet zo een echte zware crème. Het is best luchtig, vind ik, die foundation. Dus zit wel goed. Voilà. Wie wil meedoen, doe gerust mee. Hè. En als je tips hebt, mag je ze altijd naar mij in een private message sturen. Want ik ben er zeker van dat ik vandaag dingen ga doen waar visagisten hun tenen van gaan krullen. Maar bon, ik heb zo mijn eigen routine ontwikkeld. En ik doe dat dus allemaal een beetje op mijn manier. Meestal maak ik daar niet zo heel veel tijd voor trouwens om mijzelf te maquilleren en doe ik dat nogal snel. Niet zo goed altijd, daarom is die niet altijd perfect aangebracht, maar nu gaan we dus wel een beetje tijd nemen. Voilà, dus die is aangebracht, is vrij licht dus. Dat is voor mij voldoende op dit moment. En dan ga ik die loose foundation er eigenlijk al een beetje boven doen. Wacht, even kijken. Heb ik het hier allemaal gelegd? Oké. Okay. Dus ik ga deze hier even afzetten, want deze maakt lawaai. Voilà. Dus ik heb ook een hele leuke palet gekregen. Het is een contourpalet. Heel tof. Dit is eigenlijk een highlighter. Dat gaan we straks hier gebruiken. Om een beetje ja, een glimmende touch te geven, dat het een beetje highlight is, zoals het woord het zegt. Een bronzer, om een beetje kleur te geven, ga ik vooral hier gebruiken om ook een beetje te contouren in mijn geval, gebruik ik dat. En dan heb ik nog een blush, ga ik hier eerder op mijn wangen doen. Wat is voor straks, misschien ga ik die ene, de bronzer, al een keer een beetje toepassen. Dus deze. Even zien dat jullie het zien. Ik ga deze een beetje gebruiken om eigenlijk te contouren.
En wat doe je dan eigenlijk? Dat is eigenlijk je tanden op elkaar zetten, je mond dicht. Zodanig dat je de jukbeenderen een beetje gaat zien. Ik heb dat ook maar geleerd, hè, van iemand. En dan ga je eigenlijk in die kaaklijn. En je mag gerust een beetje doorgaan naar boven. Gaan we een beetje een lijn aanbrengen. Een beetje contouren. Ik doe dat ook waarschijnlijk niet zoals het echt hoort, maar ik krijg toch niet zo goede complimenten op. Dus we gaan het doen zoals ik het doe. En dan trek je hier een beetje door. Mag gerust wat meer zijn. Straks ga ik daar nog over gaan. Dan gaan we dat wel een beetje uitvinden, zodanig dat dat niet echt een lijn blijft natuurlijk. Hè? Ik kan hier ook je kaaklijn een beetje accentueren. Zo. Dat wil je een beetje donkerder te maken. Wat heel veel mensen ook doen. Ik doe dat niet snel omdat ik eigenlijk al een scherpe en fijne neus heb. Maar mensen die dat fijner vinden om dat wel te accentueren, is eigenlijk hier. En hier eigenlijk een beetje donkerder poeder aanbrengen. Contourlijn eigenlijk om de neus smaller te doen lijken. Voilà. En dan ga ik de Loose. Dus die heet dus Loose Mineral Foundation. Ik heb de 3.0 hier. Dat is niet meer de lichtste. Dat ga ik eigenlijk open doen. En je doet het eigenlijk gewoon open en je draait het om. Zo doe ik het toch. En je klopt er een beetje poeder uit. Niet te veel, want ik denk dat het zelf al veel te veel is. En dan zie je, zit het eigenlijk in het deksel. Neem je een dergelijke kombucha borstel, denk ik dat het kombucha heet. Ben ik juist? Nee, kabuki. Kabuki, zo heet het dus. En dan ga ik er al licht eigenlijk over doen. En door dat erover te doen, gaat die lijn die we daarnet hebben getrokken, gaat ook al een beetje uitfijnen. Gaat een beetje zachter worden. Ziet, dus dit kan je ook dus gewoon zonder die liquid foundation, zo heb ik het maanden gebruikt zonder de liquid, gewoon opstaan en deze gebruiken, een beetje dagcrème natuurlijk opdoen en dan gewoon deze als foundation over je huid. Heel aangenaam, net omdat het geen crème is. Voilà. Ik heb eigenlijk veel te veel, ik heb nog over. En ik denk, ik ga eens hier in de spiegel kijken, dat het eigenlijk wel goed is zo. Ja. Het is niet ideaal natuurlijk, want ik kijk naar de camera en de telefoon in plaats van echt in de spiegel. Dat is dat. En dan ga ik eigenlijk, en dan denk ik, ga ik eerst mijn ogen doen. Ik zal eerst mijn ogen doen. Ik heb hier drie kleuren. Een hele lichte beige. Even kijken, waar is de beige? Hier is de beige. De kleur is ook beige. Roze tanden. Kan je niet echt zien, maar ze is heel licht van kleur. En deze beige is ook een hele lichte beige kleur. En dan heb ik zilvergrijs gekregen. Voilà. En die heet Griffoncé. Dus ik ga die drie gebruiken. Ze hebben natuurlijk nog heel veel andere kleuren. Ze hebben ook heel mooie paletten gezien. Waar heel veel verschillende kleuren samen zitten in één palet. Ik ga het met deze drie doen. Even zien, dat is de beige. Ik ga eigenlijk beginnen met de bleekste, de beige. Ik heb eigenlijk altijd geleerd. Ik denk dat dit het juiste borsteltje is daarvoor. Kan je eigenlijk ook weer ofwel in het dekseltje uitkloppen, een beetje poeder in doen. Ofwel, je ziet ze hier zo haartjes in. Ik weet niet of jullie het goed zien. Daar komt altijd een beetje poeder uit, dus eigenlijk is dat, heb ik gezien, al voldoende. En dan ga ik eigenlijk beginnen met die lichtste. Er zit een beetje parelmoer in. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen volgen. Ga ik eigenlijk hands mijn oog doen en vooral ook hier van boven. Ik ga toch nog iets meer moeten doen.
beetje zuinig, want vanmiddag gebruikte ik het en het was echt direct veel te veel. Omdat het echt wel dekkend is. Voilà, dat is beter. Dus die bleke, die mag eigenlijk overal in. En die zou ik ook hier in de hoekjes van je ogen van binnen doen. Ik heb altijd geleerd dat dat... misschien heb ik al een beetje te veel gedaan. Geleerd van de verschillende visagistes waar ik mee samenwerkte, dat dat eigenlijk goed is. Oeh, zie je, nu heb ik een beetje te veel al. En dan heb je direct echt een serieuze dekking. Je moet gaan opletten dat het te veel is. Het wordt ook al een klein beetje donker, dus het licht is niet ideaal. Maar het lukt wel. Dus eigenlijk deze over je volledige oog en ook hier van boven. Vooral hier, omdat dat het oog optisch een beetje optrekt. En die kan straks dus noods ook hieronder een beetje. Om de boel een beetje op te lichten. Dan ga ik dus die... heb ik ze nu door elkaar gebracht? Dat zou wel kunnen. Yes, kijk. Dat zou kunnen. Ik heb dan de roze. En die roze ga ik iets meer aanzetten in mijn ooghoek. Hier. Je ziet, je kan daar mooi in en er net op gaan. Dan geef je eigenlijk een beetje vorm aan je oog. Misschien omdat het twee bleke kleuren zijn, zie je wel niet zo heel veel verschil. Maar dat is ook niet echt nodig. En dan ga ik aan deze kant ook doen. Je ziet echt hier, ik ga er echt nu in overdrijven. Hè. Ik ga hier echt in dat hoekje duwen. Heb ik ook geleerd, want als ze mij maquilleren, dan voel ik de visagiste daar letterlijk ook echt in duwen. In dat hoekje. En dan mag ook al net iets erboven. Zeker voor de mensen die net als ik rap last hebben van vermoeide ogen en dat het een klein beetje gaat hangen, is het goed om eigenlijk in je ooghoek daar eigenlijk wat extra kleur te zetten om alles een beetje omhoog te trekken. Ik weet niet qua kleurdekking of het goed zit, maar ik denk het wel. En dan ga ik nog de grijze toevoegen. Kan ook uiteraard met een andere kleur. Wat ook kan, is... ik ga zien. Is eigenlijk deze gebruiken ook een beetje als oogschaduw. Je ziet, dan ga ik een beetje mengen. Een beetje roos, een beetje bruin, niet te veel. Ik ga het ook een beetje afdeppen, want volgens mij wordt het anders te veel. Maar daarmee ga ik eigenlijk nog iets meer die hoek hier. Ja. Ik hier een lijn maken. Even zien of het goed zit. Mag ze nog wat meer. Dus deze. Deze eigenlijk. Ik weet al dat die bedoeld is als blush, maar die kan even goed ook meegebruikt worden als oogschaduw. Voilà. En dan blijf ik hier goed in wrijven. En dan zie je, komt er toch een verschil. Voilà. En wat je dan nog kan doen, is het grijze wat ik heb gekregen. Ik ga wel even zien. Ja, ik ga hetzelfde borsteltje doen. Wat ik ook ga doen, en ik ga het ook met het iets donkerder doen, met deze en deze, ga ik onder mijn oog heel dicht tegen mijn oog gaan. Zo. En hier ook. Een beetje zoeken, want ik zie hier eigenlijk niet zo goed. Hè. Maar dan zag je eigenlijk hier. Voilà. Een beetje terug dat roze in mijn geval is dat. Aanzetten. En dan ga ik eigenlijk een beetje het grijs nemen. Een klein beetje, want ik moet zeggen, het
Die kwam er vanmiddag heel fel af direct. En dan ga ik hier ook een beetje smoky eye. Mens, we trekken echt wel gezichten als we onszelf maquilleren. Voilà. Oké, dus en dan kan je dit eigenlijk ook hier helemaal in de hoek. Ik ga deze niet in de binnenkant van mijn ooghoek doen, maar hier aan de buitenkant. En dan ga ik ook een klein beetje uitvinden naar daar. Dus ik maak eigenlijk een beetje een driehoek. En dan ga ik hier ook doen. Misschien waardoor ik hier nog meer schaduw creëer. En hier ook. Zie, het is nog niet echt fel. Hier kan ik wel mee buiten komen, vind ik overdag. Heel veel maquilleren vind ik ook wel mooi, maar dan vind ik het fijnst als ze het bij mij doen. Want anders maak ik er soms echt wel een zootje van. Maar dan is het echt om weg te gaan of naar een feest of een gala of zo. Dat vind ik wel fantastisch als ze me helemaal mooi opmaken. Maar zelf probeer ik het een beetje rustig te houden qua kleuren. Zo, dan hebben we dit gedaan. En dan ik ga nog zo meteen de mascara aandoen. Lippenstift. Of ben ik helemaal vergeten? Ja, deze heb ik dus, maar deze had ik vanmiddag al aangebracht. Dat is die eye primer. Eigenlijk moet je die onder je oogschaduw aandoen en dan blijft die beter zitten nog. En dat is ook beter omdat die een beetje hydraterend is blijkbaar. Maar dat ben ik nu dus vergeten. Niet zo erg. En de lipgloss. En ik zoek ook mijn eyeliner. Voilà. Dan ga ik eerst mijn contouring afwerken. Dus ik neem terug deze borstel daarvoor. Eigenlijk denk ik dat het ook goed is als je zo'n hele een schuine borstel neemt. Maar die heb ik nu niet, dus ik ga het met deze doen. Ik ga de highlighter doen. Daar kan je wel mee overdrijven, dus ik ga het nu ook een beetje overdrijven. Maar dat moet je niet dagelijks gaan doen. En dan doe je hier eigenlijk op je jukbeen. En als je het goed ziet, dan glanst dat. Even zien of die er genoeg afkomt. En hier ook. Deze kan je eigenlijk ook hier op het topje van je neus doen. Hier in dat putje boven je lip. Zo. Hier durf je dat ook doen. Sommigen kunnen dat wel niet hebben, dat het te veel blinkt aan hun hoofd, maar ik vind dat niet zo erg. En hier kan dat ook. Maar hier op top van je neus is het wel leuk. Ik weet niet waarom, maar ik heb dat ooit gezien. En sindsdien doe ik dat dus ook zo. En dan heb je nog de blush natuurlijk. De roze. Deze. Heel mooie kleur. En die gaat echt op je wang. Ik ga nu even kijken of het niet allemaal wat te is. Het kan zijn dat het een beetje te is, want ik kan het niet goed inschatten nu op de camera. Maar het eerste ziet er goed uit. Dus blush hier en de highlighter meer hier. En dat brons had ik daarnet meer hier gedaan om te contouren. Voilà, vind ik super deze. Contour, contour glamour. Ja, ook geen gemaquilleerde nagels meer. Zijn ook verdwenen dankzij de corona lockdown. Jammer. Maar bon, dat is nu zo. Dan ga ik de eyeliner doen. Het is een liquid eyeliner. Ik kan even goed met een potlood eigenlijk doen. Ik doe het meestal met een potlood, maar met een eyeliner kan je het heel fijn en heel precies gaan doen.
ik ga deze aanbrengen. Ik ga wel even mijn ogen aan dicht houden en even waaien. Want anders zit het overal op. Want vanaf ik mijn oog open doe, zit het overal tegen. Dus misschien wel een tip, want de meeste mensen hebben dat. Ik ga even kijken of ik dat kan doen hier in beeld. Ik doe mijn best. Zo, dus ik ga het even dicht houden. En een beetje zwaaien dat erop droogt. Ofwel doe je het zo en dan heb je echt wel een hele fijne lijn. Ofwel eigenlijk ga je nu met een met eigenlijk dit penseel het een beetje vervagen. Dat kan ook. Dan mag je eigenlijk niet wachten. Dan moet je zorgen dat het nog een klein beetje vochtig is om het eigenlijk uit te veden. Wil je echt een strakke lijn, dan heb ik in dit geval wel nodig dat ik het even laat drogen. En dan nog denk ik dat ik moet opletten dat het nergens op komt. Je kan die zo ver doen als je wil natuurlijk. Je hebt mensen die er heel goed mee staan om dat echt nog verder door te trekken, de eyeliner. Dan moet je zelf een beetje uitzoeken wat staat bij jouw ogen. Ik overdrijf daar niet mee. En dan ga ik het ook deze kant proberen. Zo. Ik zie het niet heel goed, maar ik denk dat het gelukt is. En dan gaan we dus een beetje waaien. Anders zit het helemaal bovenaan mijn ooglid. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat de lijn gewoon strak blijft. Voilà. Ik hoop dat we er zijn. Oké. Deze kan je ook onderaan je oog doen. Is ook een beetje uitzoeken of dat je dat wilt. Want als je dat doet, zeker met een eyeliner en geen oogpotlood, kan je je oog wel verkleinen. Ik heb nu wel best grote ogen, dus ik kan dat wel hebben. Maar ik doe dat dan wel liever met een oogpotlood. Die hebben ze ook van 100% de zwarte koolpotloden. Die kan je gewoon onder je oog aanbrengen. En in dat geval, als je het aanbrengt, pak je ook nog eens dit potlood. Of dat doe ik toch. En dan ga ik het eigenlijk uitvenen. Nee? Dat kan. Zo. En dan gaan we de lipstift doen. Oei, dat is moeilijk. Super mooi kleurtje. Dat is Le Nude Parfait. 028 of zo. Voelt zo zacht aan. Het is fantastisch, vind ik, qua structuur die lipstift. Het is bijna een balsem. Je voelt dat hij gewoon voedt. Ik vind het ook een leuk kleur. Ik denk dat hij lekker lang blijft en toch is hij vrij naturel. Voilà, we zijn al zo ver. Ik hoop dat je er iets van vindt. Ik ga eens lezen. Caroline zegt, tof dat je eerst contourt en dan poeder erover. Ja, Caroline, ik doe dat eigenlijk niet altijd zo. Soms vergeet ik en dan doe ik eerst mijn foundation en dan wil ik nog contouren. Dat is een beetje gepruts, maar inderdaad, hij moet er toch best voor. Hè? Voilà. Ik ben eens aan het kijken. Hey Anja, hey Joyce. Leuk dat jullie kijken. Voilà. En dan, ik heb mijn wenkbrauwen een klein beetje bijgetekend, want die zijn heel hard uitgedund. Misschien een tip voor de jonge meisjes. Als ik jong was, heb ik heel veel mijn wenkbrauwen geëpileerd. Met hele zware wenkbrauwen. Ik vond dat vreselijk toen. Nu is dat allemaal terug in de mode. En willen de mensen dat weer. En ik zie ook wel met de leeftijd blijft dat ook een deel weg. Dus ik moet er wel bij tekenen. Voilà. En dan hebben we nu nog de mascara. Zoals ik zei, normaal heb ik wimperextensions, maar die zijn bijna zo goed als verdwenen nu. Want die moeten toch wel om de zoveel weken worden bijgewerkt. Ik heb van mezelf al hele lange wimpers, sowieso. Niet zo vol als dat ik de wimperextensions in heb, maar dus nu zie je eigenlijk een beetje wat ik heb. Ik heb nog een beetje mascara aan van vanmiddag, want ik heb vanmiddag ook uitgetest. Maar dan ga je gewoon natuurlijk, ja,
Ik doe het niet, denk ik, zoals de professionele visagistes het meestal doen bij mij. Die zijn er ook altijd heel lang mee bezig met die mascara. En dan denk ik altijd, maar eens erover geweest, ben je er toch over geweest? Dan kan je toch geen 10 keer overgaan? Maar ja, toch is het veel mooier als zij het doen bij mij. Ik doe eigenlijk maar wat. Maar ik probeer wel al mijn wimpers mee te hebben. Niet altijd simpel, het is wel een goed borsteltje. Maar dus bij mij zit er hier en daar nog een extension tussen, een wimper-extension. Die ook een beetje zo. En die kan ook. Ik kan ook hier even erover gaan. Ik ga juist een beetje bijnemen. En dan, voor zover ik het zie, zo. Mijn kinderen beneden, ik weet niet of jullie het horen, maar ik had dus gezegd om even stil te zijn. Ze hebben het precies niet goed begrepen. Maar ja, zou het mezelf zijn. Laat ze zich maar amuseren. Voilà, dus ik denk dat dat ongeveer is wat ik wil met de wimpers. Ik ga ze niet meer kunnen aanzetten. Ik had ze eigenlijk beter wel, eerlijk gezegd, terug afgedaan, mascara. Ik ben een beetje lui. Dus ik heb het eraan gelaten. Wat je ook moet zien, dat gaat niet voor iedereen. Ik moet er ook mee opletten, die kleine haartjes eigenlijk. Ik ga een klein beetje mascara bijnemen, maar niet te veel. Omdat voor die kleine haartjes mag ik niet te veel aanzetten, want anders krijg je van die spinnenoogjes. Maar een beetje mag wel natuurlijk. En ik heb dat snel, omdat ze vrij lang ook zijn bij mij onderaan. Dus ik mag daar niet te veel mascara aan doen. Dan heb ik zo van die rare spinnenogen, noem ik dat dan. Maar zo gaat het dus wel. En dan denk ik dat ik er bijna ben. Ik weet niet wat jullie ervan denken. Het vraagt iemand, kan je de highlighter ook als oogschaduw gebruiken? Ja, ik heb... ik vind dat wel, ik weet niet of dat mag volgens de regels van de visagisten die dat beter weten dan mij. Maar ik zie toch dat zij dat ook wel allemaal doen. Ik heb die wel gebruikt als oogschaduw. En die highlighter is super mooi. Zie? Want die blinkt. Dus dat zou een heel mooi effect hebben als je dat eigenlijk wat erbij doet. Ja, super mooi. Eigenlijk kan je ze allemaal gebruiken. Het zijn poeders, hè. Dus dat je ze nu op je wang doet of op je oog, maakt niet zo heel veel uit, denk ik. Als jij het maar mooi vindt. En als het lekker zit. En dan kan je kiezen ofwel laat je de lipstift voor wat die is en een beetje mat. Ofwel, ja, dat doe ik dan eerder als ik dan op pad zou gaan, s'avonds of zo. Misschien nog een lipglossje over. Dan gaat die iets minder mat zijn. Hoewel dat die lipstift best wel ook al een beetje blonk. Zo. Voilà. En dan denk ik, hoop ik dat ik niks vergeten ben. Even zien. Ja. Ik vind het wel leuk qua kleuren. Ik voel me daar goed bij zoiets. Niet te fel voor overdag toch. Of gewoon gezellig op restaurant gaan. Maar als het dus voor een feest of een gala is, dan mag het wel wat feller zijn. Dan zou ik de ogen nog meer aanzetten. Dus dan ga je eigenlijk met dit potlood een donkerder kleur nemen of een feller kleur. En nog meer eigenlijk oogschaduw aanbrengen. Maar voor overdag vind ik dit meer dan genoeg. Eens kijken, zijn er nog vragen voor mij? Ik denk dat de meeste vragen gesteld zijn. Ik kan die ook gewoon stellen aan Cynthia en Caroline Rigaud van 100%. Ik heb even een Facebook-account overgenomen, zeg maar. Een live video voor hen gedaan. Maar alle vragen over de producten kan je best aan hen stellen. Je mag mij ook altijd wel een berichtje sturen. Mijn Instagram is @EvelienHosten. Facebook ook, maar ik ga eerlijk bekennen dat ik actiever ben op Instagram. Dus ik denk als je mij wil volgen of meer informatie wil, dat je mij daar het snelst te pakken krijgt.
op mijn stories, op mijn profiel, stuur mij een private message. Dan kijk ik om te beantwoorden. En als ik het zelf niet kan beantwoorden, stuur ik het door aan Cynthia en Caroline. En dan kunnen zij het wel beantwoorden. Nu, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Dat is niet het ding dat ik dus dagelijks doe, make-up tutorials. In deze periode hebben we gewoon tijd. Dus ik vond het wel fijn om het te doen. En als jullie het leuk vinden, dan doen we het misschien binnen een paar weken of maanden nog eens. Dan doe ik eens een heel andere makeover. En wat misschien ook wel leuk is, een van mijn beste vriendinnen, Toke, is visagiste. En dan vraag ik misschien dat zij erbij komt en dat zij mij een makeover geeft. Met de producten van 100%. Want zij kan dat, ja, zij kan dat super. Als zij het doet, dan ben ik heel blij. Dan ziet het er gewoon de max uit. Maar voor wat ik zelf doe, is dit het dus. Voilà. Veel plezier nog allemaal. Ik hoop dat jullie allemaal veilig en gezond zijn. Ik hoop dat deze lockdown snel mag over zijn. Maar ik denk dat we nog allemaal een beetje binnen gaan moeten blijven. En ervoor zorgen dat we geen andere mensen ziek maken. Of dat we zelf niet ziek worden. De mensen die mensen hebben die ziek zijn, wens ik veel sterkte. Of mensen die jammer genoeg er niet meer zijn, wens ik ook veel sterkte. Ik denk dat we hier wel door geraken. En als we leuke dingen kunnen blijven samen doen of naar leuke tutorials kijken en ons op een positieve manier bezighouden, dan gaat het wel sneller voorbij dan we denken. Fijne avond nog en graag tot de volgende keer.